Goedemorgen, het is vandaag woensdag 18 oktober en het leek me wel weer eens tijd voor een nieuwe vlog. Het is inmiddels geloof ik bijna 9 weken geleden dat ik een filmpje opnam, toen was ik ook zwanger van Benjamin. Maar inmiddels is hij natuurlijk al vandaag precies 7 weken oud. Dus ik vond het alweer tijd om een videootje op te nemen. Het gaat eigenlijk echt super goed met ons, bevallingsverhaal hebben jullie allemaal kunnen lezen. Benjamin doet het echt super goed, dus we hebben onze draai behoorlijk gevonden. Het is nu 8 uur en de jongens slapen allebei nog. Dus ja, ik heb ontbeten, mijn gezicht zit erop. En nu, of mijn gezicht zit erop, ik heb een make-upje opgedaan. Nu ben ik aan het wachten tot die kleine wakker is, zodat ik hem kan voeden. Ik zit ook nog in mijn voedingsbra. En dan kan de dag beginnen. Ik dacht, ik laat jullie zien hoe een random dagje in mijn verlof met twee kleine kindjes eruit ziet. Dit is dus een poging om ons kleine slaapkop wakker te krijgen. Overleggen in mijn bed, zodat ik hem zo kan voeden, maar nog niet succesvol. Hallo? Hallo Benjamin. Hallo. Nou jongens, Benjamin die heeft gedronken, die ligt lekker uit te buiken. Dus ik dacht, laat ik jullie even een korte update geven over hoe het met ons gaat en hoe de afgelopen weken waren. Want Benjamin is op 30 augustus geboren. Vandaag precies 7 weken. En ik heb jullie eigenlijk sindsdien niet meer gezien. Ik heb wel gewoon geblogd en gepost op Instagram. Dus als jullie me daar volgen, dan hebben jullie genoeg tekens van leven gehad. Maar het gaat eigenlijk echt super goed met ons. We hebben een hele fijne kraamweek gehad. Sowieso ook een goede bevalling. Maar ik zal het bevallingsverhaal hieronder nog wel een keer linken. En de kraamweek was top. En eigenlijk sowieso hebben we gewoon echt een hele fijne start gehad. Benjamin doet het echt heel goed. We dachten na Morris dat nog zo'n chill kind, zeg maar, dat een beetje veel gevraagd zou zijn. Hij ligt te gapen. Een beetje veel gevraagd zou zijn, maar eigenlijk is hij net zo makkelijk. Hij is alleen, hij huilt meer als hij honger heeft. Maar goed, dan kan ik hem, dan is het een kwestie van aanleggen. En in het begin heeft hij wel gehuild ook dat hij krampjes dat hij krampjes had. Maar daar hebben we dat spul van VSM voor. Waar sommige mensen bij zweren en waarvan anderen zeggen het helpt niet. Maar bij ons lijkt het zijn ding te doen, want voor mijn gevoel heeft hij er weinig last meer van. Dus dat is wel heel fijn. En verder heb ik nog tot begin december verlof. Dus ik ben nog lekker een paar weken thuis met de jongens. En ik moet zeggen, ik vind het echt super fijn en ik geniet er ook echt heel erg van. Maar ik ben ook wel heel blij met mijn blog. Dat ik toch een soort van nog iets anders te doen heb, zeg maar, dan alleen maar voor de kindjes en voor het huis en voor dat soort dingen, zeg maar, zorgen. Oké, dan wordt het samen aan het verhaal. Maar waar was ik? Blij met mijn blog, ja, blij met mijn blog. En ik geniet gewoon veel meer bewust van de jongens, voor mijn gevoel, dan ik deed toen Morris baby was. Natuurlijk heb ik daar ook heel erg van genoten. Alleen nu heb ik een soort van meer het besef dat, ja, weet je, je kunt niet voor eeuwig baby's blijven maken. En daarbij heb je al helemaal niet de garantie dat het dan ook nog allemaal altijd zo goed blijft gaan. Dus ik probeer meer, zeg maar, nu heel bewust bij stil te staan, zeg maar, dat, ja, je weet niet hoe vaak we dit nog mee gaan maken, zeg maar, die mini baby tijd. En het gaat al zo bizar hard, want, oh, hij spuugt een beetje. Want hij woog met zijn geboorte 3,6 kilo en nu al ruim 5. Dus het is echt een klein minkie. Hij ligt een beetje te wurmen. Maar ja, dus dat eigenlijk. En verder zijn er weinig spannende dingen. Morgen slaapt hij nog steeds. Het is 9:15. Dus die heeft de smaak te pakken. En deze kleine jongen die ging gisteren om 11 uur, na de voeding van 11 uur, zeg maar, ging die slapen tot net om iets naar achter. Dus wat dat betreft mogen we echt zeker niet klagen. Gaan we ook niet doen. Dit is het outfitje van vandaag. Vest is van de Primark. Heel oud. Topje van de Zara. Broek van Zara. En mijn Converse. En dan ga ik naar morgen het bed halen. Hallo. Hallo schat. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat alles goed? Oké.
Vond je leuk? Hoe is dat? Ben jij dat? Nu zwaai je naar jezelf. Hoi. Ik heb Benjamin net naar bed gebracht. En ik ga nu eventjes overkijken of hij slaapt. Toen ik hem naar bed aan het brengen was morgens met ballen aan het gooien. Dus ik ga maar even kijken. Benjamin die ligt lekker te slapen. Het is al bijna 11 uur. Die slaapt al eventjes. En wij hebben gedacht dat we samen koekjes gaan bakken, toch? Gaan we koekjes bakken? Volgens mij is dat ja. Dus ik zal jullie even laten zien wat er in die koekjes gaat. Daar gaat in suiker, bloem, boter, 2 eitjes en vanillesuiker. En dan straks ook jam. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Technisch gezien zou je dat deegjes ook met je handen kunnen doen. Alleen, ik vind als je van die nagels hebt... Hij is klaar nu. Als je van die nagels hebt zoals ik, dan vind ik het nooit zo lekker om in de rauwe ei, of in het rauwe ei te gaan zitten. Dus ik doe het lekker met de KitchenAid. Hij zit in de folie. En nu gaat hij een kwartiertje of 20 minuten even in de koelkast om af te koelen. Heb je al die steentjes gepakt? Nee. Ja? Moet je het nou ook weer opruimen? Ja? Hoe moet dat? Nee. En nou weer terugleggen, hè? Goed zo, dat is knap. Doe je nou een applausje voor jezelf, Morris? Morrisje. Deze, hè? Goed hoor. Kijk, dit is ook zo leuk. Moet mama weer de ramen lappen straks? Ja? Oké. Het is inmiddels 11:55 en Benjamin was het helemaal beu in bed, dus die heb ik eruit gehaald. En die ligt nu lekker te drinken. Het was weer tijd voor een voeding. Hij zit nu op 5 voedingen per dag. En dan om de 4 uur. Dus 8 uur, 12 uur, 4 uur, 8 uur. En dan die laatste om 11. Dus die laatste komt dan iets eerder. En dat gaat eigenlijk echt super goed. Hij slaapt dan zeg maar 1,5 uur na de voeding. 'S ochtends gaat hij slapen. Wordt hij wakker voor de volgende. Weer 1,5 uur is hij dan wakker. En dan gaat hij weer slapen. En ja, eigenlijk gaat het hartstikke prima. Hij groeit met ongeveer 300 gram in de week. Dus volgens mij krijgt hij prima te eten. Morris gaat lekker eten. En mama is er ook. En wij eten een broodje filet. Ben je met oma de plantjes aan het water geven? Nou is je niet meer zo vol. Mama is mij aan het helpen met plantjes in andere potten zetten. En ik heb dus zulke groene vingers, dat we dit moeten gebruiken. Omdat we geen tuingereedschap hebben. Dus dat. Ja, nou Morris. Ja, doe maar. Zo, moet hierin, hè? Hier. Niet richting oma, maar gewoon in de pot. Goed zo, hartstikke goed. Deze kant moet ook nog iets. Kijk, je moet wel even zo scheppen, Morris. Kijk, zo. Nou, Morris weer. Hier. Hier moet het in. Ja, goed top, zo. Top.
Mama en Morris die zijn lekker buiten in de tuin. Dus ik ga even die koekjes maken. Het is echt super mooi weer. Het is gewoon 21 graden of zo. En zon. Dus dat is lekker. Ik had eigenlijk al wel eerder willen vloggen. Alleen ik had een soort struggle met dat ik niet zo goed wist wat dan en wanneer en echt vloggen of meer gewoon video's. Dus ik ben nu een beetje aan het uitzoeken, zeg maar, uitvinden wat werkt en wat leuk is, wat jullie leuk vinden om te zien. Dus dat, zijn nog een beetje zoekende. Nou, de koekjes zijn klaar, 29 stuks. Het is zeg maar dubbel. Het is een koekje en dan zo'n laagje jam, zoals je hier ziet. En dan weer een koekje. En dan gaan ze in de oven voor 10 minuutjes op 175 graden. Nou, het is inmiddels 3:30 en de jongens slapen allebei nog. Benjamin die zal denk ik nog een kwartiertje, 20 minuutjes slapen en dan gaat hij weer drinken om 4:00. En ik ben even bezig met het artikeltje van morgen op de site en om de vragen voor de Q&A alvast te verzamelen zodat hij kan beantwoorden. Het is altijd wel grappig, want er komt echt standaard bij iedere Q&A tot nu toe, komt echt wel 3, 4, soms wel 5 keer de vraag of we nog meer kinderen willen. Wat zo is overigens, maar goed. Dat heb je al kunnen lezen of dat ga je nog lezen. Hallo? Hoi. Hey. Is mama hè? Wie heeft er zo lekker geslapen? Ja. Heb je lekker geslapen? Ben je nog een beetje moe? Mm-hmm. Ja, ik zie het. Ik ben niet. Je broer ligt ook nog te slapen. Morgen is weer een koekje. Ja. Wie is dat? Hi. Hi. Ben je nu niet te lachen? Hij slaapt, hè? Ai. Ai. Ben. Kusje. Ik had gisteren al een stoofpotje gemaakt. Soortgelijk recept op de site. Iets anders, maar goed. Die kun je daar vinden. En gisteren aten we daar aardappjes uit de oven bij. En vandaag eten we er fusilli bij. Want Koen die houdt niet van gekookte piepers. Of gekookte aardappels. Of aardappelpuree of zoiets. Dus met fusilli vandaag. Zo, ik kom lekker aan mijn woorden. Nou, ga ik echt niet zingen hoor. Hoi. Hoi. Wij doen een familievlog. Ja, echt. Leuk. Koen heeft er echt zin in. Morgen, ben je ook in de familievlog? Ja? Ben je er ook bij? Kom maar. Moet je pakken. Kom je ook op de familievlog? Hoi. Zeg je hoi? Kijk, daar ben jij. Kijk, zie je het? Jullie vragen je wel eens af of morgen ook wel chagrijnig is. En dat komt hetzelfde voor, behalve als hij zijn eten niet snel genoeg krijgt. Heb je honger? Ja, hè, papa ook. Morgen heeft gewoon niet honger. Papa ook chagrijnig, hè? Ik had het eten nog niet klaar. Dus eigenlijk voegt er wel een echt chagrijnig in. Ja, Morris, maar we moeten één klaar hebben op tijd, hè? Nee. Zeg maar ja, ik ben een ritmekind. En papa is een ritmepapa. Klaar. Net toen je dacht dat het niet burgerlijker kon, gingen we wandelen na het eten. Ja. Benjamin hangt lekker hier. In Koense vest, mega vest. En Morris gaat dadelijk spelen. Ik ben er trouwens nog helemaal niet aan gewend. Het is, hoe laat is het? 6:30?
Oh nee. Het is 7:15 en het is gewoon al een soort van aan het schemeren. Kijk hoe mooi wij wonen, jongens. Wat heb jij in je hand? Bal? Moeten die overal mee naartoe? Dat is geen eten, hè? Oh, kijk eens. Doe maar ai. Hey. Ben je nou toch niet bang? Ben je nou bang? Benjamin krijgt voor de allereerste keer een flesje. Ik heb gekolfd, omdat we met flessen wilden testen. En het gaat super goed. Toch wel weer een dingetje. Mooi, hè? Ja, mooi. Met Morris hebben we geloof ik na 2 weken voor het eerst een flesje gegeven. Toen al? Ja, dat heb jij toen ook gedaan. Ja. Dat is net na 2 weken. Ja, dat was na 2 weken. En nu precies na 7. Omdat het eerder niet nodig was eigenlijk. Morris en ik zijn lekker samen in de douche geweest. En nu is bedtijd, hè? Ja, doe je handkusje naar de mensen. Mwah. We zijn inmiddels een poosje verder. Ik zit lekker beneden met Koen op de bank. En de kindjes die liggen allebei in bed, die slapen. Dus ik dacht, ik ga bij deze vlog afsluiten, want er gaat nu niks anders meer gebeuren, verwacht ik. Ja, goed. Dus... Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Ik wens jullie, ik wil zeggen, een hele fijne dag, een hele fijne week, fijn weekend. Maar het is altijd een beetje gek met de vlog, omdat het zo ver vooruit is. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Ik moet er weer even inkomen. Nou goed, daar gaan we goed komen. Ik zie jullie bij de volgende weer. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Ik zal wel even helpen. Een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Comment beneden. En tot de volgende keer. Nee, abonneren. Oh ja. Vergeet je. En abonneren natuurlijk. Dat zeg je niet zo. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer. Doei doei.